De afgelopen blogmaand, waar we stukken hebben gepubliceerd van Amnesty International en de Nederlandse politie, ging over predictive policing. Over het door middel van technologie voorspellen van politieinzet, zodat die politieinzet efficiënter wordt. En zodat we uiteindelijk ook onafhankelijker die politieinzet kunnen gebruiken. Dat we minder last hebben van bepaalde vooroordelen. En we denken natuurlijk wel vaker dat technologie heel handig kan zijn om ons oordeelsvermogen onafhankelijker en effectiever te maken. Je ziet dat bijvoorbeeld in je eigen auto. Als ik ergens wil inparkeren, dan heb ik een technologisch systeempje dat piepjes afgeeft, zodat ik beter snap en weet waar de stoep is en waar andere auto's staan. Zodat ik uiteindelijk een beter oordeel kan vellen over hoe ik die auto moet besturen. De vraag is alleen of dat oordeelsvermogen ook echt verbeterd wordt als het gaat over predictive policing. Amnesty International zegt van nou, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo zeker. Want de dataverzameling die eigenlijk de basis vormt van predictive policing, die kan al gekleurd zijn. Dus we hebben in Amerika voorbeelden gezien waarbij de vooroordelen van agenten zo in die data worden opgenomen dat de conclusies van die predictive policing systemen niet onafhankelijker waren, maar juist minder onafhankelijk. En dat is heel erg jammer. Want juist als het gaat over politieinzet is het heel belangrijk om onafhankelijk te zijn. We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld discussie gehad over etnisch profileren en implicit bias, impliciete vooroordelen bij agenten. Dus het zou prachtig zijn als technologie ons kon helpen om niet alleen maar efficiënter politie in te zetten, maar ook echt objectiever en onafhankelijker. En de politie zelf wil het natuurlijk ook. Die willen ook de rechtsstaat beter beschermen voor iedereen. En dat zeggen ze ook heel duidelijk in het stuk dat ze op onze blog hebben geplaatst. Het punt is, hier moeten we gewoon achterkomen. Dus als we nieuwe technologie introduceren, zoals CAS in Nederland, dan moeten we daar heel erg wetenschappelijk naar blijven kijken en zien of er inderdaad heel veel valse positieve en negatieve ontstaan en of die statistiek eigenlijk wel klopt.